Ja. Zo zaten jullie natuurlijk thuis ook. Ja, en ik ook zo van, ja, we hebben er hoor, die kakelende kaag, huppakee, weg, opgerot. Ja, die kaag, ja, die kent die woorden niet eens, opgerot, denkt die kaag, ja, maar die komt uit zo'n kakkineus milieutje. En die denkt, waar hebben jullie het allemaal over? Nou, dat je gewoon op zo'n gebied het kaag, dat bedoelen we gewoon, weg. Gewoon weg. En ja, nu is het al zover. Ja, ze moest wel. Die moest wel. Ja, dus die Kamer, die komt met zo'n motie van afkeuring. Na dat verschrikkelijke evacuatiedrama in Afghanistan. En oh, wat een gestumper was dat daar, weet je. Oh, dat was ook niet te houden gewoon. En ja, toen ging zij dus in de Kamer, ging ze nog even zeggen van ja, we hebben een beetje gehandeld naar aanleiding van verkeerde aannames. vrienden. Nou zeg, als je bij... hoe kun je dat nou zeggen? Wat, hoezo regeer je op aannames? Hoezo geef je leiding aan Nederland op aannames? En dat doet Kakelende Kaag. Die gaat gewoon maar een beetje zo van... Oh, zo ongeveer. Nee, niet zo ongeveer. En dat heet dan bij D66 en bij Kakelende Kaag het nieuwe leiderschap. Ach, een beetje nieuwe leiderschap. Had nieuw leiderschap getoond, ja, Kaag. Dat had je moeten doen bij de formatie. Ja, daar had je eens een keer voortouw moeten nemen. Daar had je kunnen zeggen, oké, ik ben een tijdje vervelend geweest met links. En nou wil ik dit niet met, met de ChristenUnie. Maar weet je, en we vergeten alles en iedereen. We gaan formeren. Punt. Het gaat nu om Nederland. En dat had leiderschap geweest. Kaag, niet als je daar ergens staat in een hangar omdat er een missie wordt gestopt in Afghanistan. En jij staat op het sprekersstoeltje en je hebt de verkeerde speech in je handen. Haha, dat is er weer zo eentje. Het is dat gepruts, het is dat gestuntel. En daar kunnen wij niet meer tegen. Daar hebben wij geen zin meer in. En daarom, ja, moet jij weg als minister van Buitenlandse Zaken. Maar nu, vrienden, ja, nu duikt er een enorm probleem op. Want hoe komen wij nou definitief van Kakelende Kaag af? Ja, niet, voorlopig niet. Want ze blijft in de Tweede Kamer, ze blijft fractievoorzitter. En die blijft zich, ja, dat kan gewoon niet anders. Dat is een probleem met democratie. Als tweede grootste partij blijft zij betrokken bij de formatie. Dus die duikt binnenkort weer op in een hoge positie. Gewoon weer ministertje. En dan is ze gewoon weer helemaal het baasje. Dus die Kakelende Kaag, die komt gewoon weer in ons beeld straks. En dan duikt de vraag op, hoe komen wij van Kakelende Kaag af? Vrienden, er is maar één oplossing. Niemand van ons moet ooit nog stemmen op haar. Zorg ervoor dat D66 niet in het spel is, want dan krijg je dus Kakelende Kaag. Dus mijn verzoek luidt, alsjeblieft, doe het niet meer als we er echt kwijt willen. Stem niet meer op Kakelende Kaag.